Hoe gaat jouw gemeente om met informatieveiligheid? We leven in een samenleving waarin informatie door alle technologische ontwikkelingen steeds vaker digitaal wordt vastgelegd en gedeeld. Een positieve ontwikkeling, want zo kunnen we steeds makkelijker tijd, plaats en apparaat onafhankelijk onze informatie ontsluiten. Maar dit is helaas niet zonder risico. Het leidt bijna automatisch tot allerlei veiligheidsvraagstukken die de vertrouwelijkheid, beschikbaarheid en integriteit van deze informatie raken. Zeker wanneer het jouw gemeente betreft. Incidenten rond informatieveiligheid kunnen immers grote gevolgen hebben. Wat gebeurt er bijvoorbeeld als gevoelige informatie op straat komt te liggen? Of wanneer de digitale dienstverlening aan uw burgers niet meer mogelijk is? Continuïteit van de dienstverlening en het vertrouwen van burgers staan centraal als het gaat om informatieveiligheid. Zeker met de komst van de decentralisaties en het feit dat de landelijke politiek digitale overheidsdienstverlening als speerpunt heeft gekozen. Het vraagt onder andere om bewustwording van risico's van informatieveiligheid. Als gemeente ben je de afgelopen 2 jaar voortvarend aan de slag gegaan met informatieveiligheid. 2013 is niet alleen het jaar van de oprichting van de Taskforce Bestuur en Informatieveiligheid Dienstverlening en de Informatiebeveiligingsdienst voor gemeenten. Ook is eind dat jaar de VNG-resolutie Informatieveiligheid randvoorwaarden voor de professionele gemeente aangenomen. Hiermee heeft u als gemeente het belang van informatieveiligheid benadrukt. De resolutie houdt in dat iedere gemeente het informatieveiligheidsbeleid vaststelt aan de hand van de Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten. Ook wel bekend als de BIG, opgesteld door de IBD. Tevens heeft jouw gemeente daarmee aangegeven informatieveiligheid zowel bestuurlijk als ambtelijk te borgen en de invulling op informatieveiligheid transparant te maken voor burgers, bedrijven en ketenpartners. In de afgelopen periode hebben de Taskforce, de VNG, de IBD en de VGS nauw samengewerkt op informatieveiligheidsvlak. Zo hebben we verschillende bijeenkomsten georganiseerd, is er een zelftest beschikbaar om je kennis over informatieveiligheid te toetsen en zijn er door de IBG samen met de Taskforce operationele producten ontwikkeld voor de implementatie van de BIG. Medio dit jaar hebben we bovendien de Toolkit Informatieveiligheid Gemeentesecretarissen ontwikkeld. De toolkit biedt je een eerste handvat om informatieveiligheid snel en krachtig vorm te geven. Daarnaast biedt de toolkit ook een basis voor inhoudelijke dialoog met je bestuurder en organisatie. De toolkit is blijvend in ontwikkeling en zal samen met de VNG, de IBD, de VGS en vooral ook door middel van jouw tips en adviezen actueel worden gehouden. Eind dit jaar houdt de Taskforce op te bestaan en nemen VNG, VGS en de Informatiebeveiligingsdienst voor Gemeenten het stokje weer geheel over om blijvend aandacht te vragen voor informatieveiligheid. Tot die tijd zitten we natuurlijk niet stil. Wij helpen je graag om informatieveiligheid ten behoeve van jouw gemeente verder vorm te geven. Wil je hiervan gebruik maken? Ga dan naar www.taskforcebid.nl voor meer informatie.